Hier beginnen we weer met dingen. We gaan nu naar de bossen. We gaan nu weer terug naar de plek waar ik ben grootgebracht. En mijn zusjes. En mijn broertje. En ik wil het gebouw laten zien. Want dat is ook een heel mooi gebouw dat er overgebleven is. Daar lopen we klaar en dat is Peter. En hier heb je een paar geentjes. En dat is dan het gebouw wat nog over is gebleven van onze jeugd. Kijk, Baudet. Zo mooi nog. Kijk. Het is hartstikke mooi. Kijk eens wat een gebouw. Is dat niet beautiful? Daar ben ik in de ziekenkamer geweest. Ik heb daar visite gehad bij. Toen de zwaarsmoeder waren geweest. Zeg u? Ja, dat vind ik. Ja. Dus 60 jaar geleden dan. Het is hier wel lekker rustig, hè, voor oudere mensen. Voor. Er is ook bejaarde mensen, het is allemaal stichting, kinderhuis, van alles door elkaar. Daar zijn ook de nieuwe gebouwen zichtbaar. De brug, waar we vroeger veel op gelopen hebben. Dit is Zeveren nu en dit was hier vroeger. Ja. Kijk, we zijn bijna moe. Onze jeugd. Ik loop. Er komt een auto aan. Ik weet niet waar die naartoe moet. Ik schuif een stukje op. Kijk eens hoe mooi. Daarboven was het ziekenkamerdingen, daar zat zus Marisée altijd op om er was op te hangen. Dat kan ook niet, want die kerk is nou weg. Het is hier mooi en rustig, heel rustig alles. Waar is Peter? Hé? Vraagje. Waar is Peter? Oh, gaan we een stukje vastlopen? Kijk eens wat een beestjes. Zijn ze niet mooi? Ik ben ook een beetje aan het vertellen dat wat er nu is en oud. Dus er was straks mensen die dat dan een beetje begrijpen. Want dat is het afdakje waar ze zo gezien altijd naar dat witte, ja? Dus daar heb je een broodje. Dat is het afdakje van zuster Marisée. Dat is voor zuster Marisée altijd was ophang. Wat bedoel jij dat dit de broodkamer was? Ja, over dat trapje hier, heb je daar? Ja? Dat trapje, dat is een plank, bij twee ramen. Oh ja, die twee ramen, ja. Kijk, want daar hebben wij daar gezeten. Kijk, is niet zo wapper, want er zit met uw dingen bij. Daar hebben wij daar gezeten, En dat is groep 1 en 2 geweest. Dus daar bij dat gebouw eigenlijk, ja. Hè? Ja, die ook. Kijk, en die ganzen zijn ook mooi, die horen er echt bij. We hebben ook witte zwanen gehad. Nee. Om een vorm had ik gegeven, vanwege ze... Er geen nazaten van dan? Nee, die zullen dan altijd wel de pannen zitten. Nee, maar die ganzen, zijn nazaten. Elk jaar ja, maar dit zijn ganzen, hè?
We hadden zwanen. Ja. Ik zit hier zelfs gehandicapte mensen, zie je. Dat is hier echt een rustoord, hè. Ja, kijk, en dat is het bruggetje erachter. En dat bruggetje heeft een verhaaltje. Ja, hier. Jammer, hè, eigenlijk, hè. Ja, wat een mooie kerk. Wat een mooie kerk. Mooie kerk. Ja, dan gaan we even naar die kant, ga ik even naar dat bruggetje toe. En dan gaan we daar even kijken hoe het daar is. Lille broertje. Ja, dat wil ik op internet zetten. Zeg. Ja, toch? Ja. Voor mij op weten kan ik zeggen, kijk, zo ziet Zeveren. Dit zijn de nieuwe gebouwen. Ik wil het nog eventjes laten zien. Dan gaan wij terug naar de kant waar wij ons groot hebben gebracht. Hey, Klaartje, weet je waar we dat die stenen hier staan? Nee, ik heb geen ouders. Oké, jij bent een intelligente. Je bent er eentje voor mee, dus ik merk alweer. Hier hebben wij gezeten. In die groep, ja. Die hoogte. Ja, maar dat zijn nou bejaardenfletjes, hè? Ja, want ik heb daar is groep 1 en 2. Ja. Wasrok. Wat is dat gebouw dan? Dat is eigenlijk de achterkant. Dat is, die ken ik niet, hoor, dat gebouw. En die aan de achterkant. Nee, die gebouw ken ik niet. Nee, maar dat is toch blijven staan op een of andere manier, hoor. Even die zwarte van de draaikant. Die kant nemen. Ja. Hier stond allemaal mekers breed uit ijs. Maar dan zal ik jou vertellen, Klaar, hoe dat is gegaan. Ik heb daar zo blijven. Die kant gingen we naar school. Ja, achterkant. Nou, dan ging ik hier. Hier zat een park, zeg maar bloemetjes en zo. En dan was ik hier met zuster. En daar heb je best een. Zuster Marie, sorry eventjes. Zuster Marie Therese. En dat was hier. Kun je dat voorstellen dat hier allemaal rotsen waren? En toen moest ik iets uit die rotsen pakken. En. Nee, even wachten, even uitvertellen. En toen doe ik zo en ik hield me even niet en mijn kuiten deden hartstikke zeer. Kijk, en dat is de keuken. Dit is de keuken. Ja, en daar dit stukje. Dat is de keuken. En daar is de ziekenwagen. Ja, zieke. En wij stonden hier. Dus, daar krijgen we rode schrijnen. Dit is de ziekenwagen, ziekenkamer. Ja, daar heb ik gezeten. Hier, heel hoog. Ik zal even de zoog nemen. Ja, klopt. En dat is de keuken. En er was hier dat kapel. Dat was ook van een kapelletje. En daar is de Blanca. Ja, en daarna. Daar en hier dan is de Blanca. Ja. En hier moesten wij naar school, die kant richtingen. En hier stond allemaal mee ijs uit de deur. Oh, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hier dat brugje naar dingen ging. En hier, hier hebben ook altijd eendjes gezeten. Want dit hebben ze bijgebouwd, want dat was eerst niet. Kijk, en hier is het apelen. Nee, kijk, wat zal ik zeggen? Dit is het apelen, aardappelhuisje. Daar. Moesten we de aardappeltjes pitten. Ja. Hier, het was een heel klein huisje. Kun je herinneren, Klaar? Klaartje, kun je herinneren? Dit huisje was de aardappelsdingen. En er was dit, weet ik veel, misschien een ding verschuren. En dan, hier was de gymzaal. Dit is de gymzaal geweest. Dit is het gebouw van de ziekenkamer en de nonnenkamer. En hier gingen we altijd toe. Oeh, wat zijn daar hoge trappen? Mag niet uit, heel eventjes maar. We zijn gewoon dat ik hier eventjes iets af moet werken. En hier is die brug. Ik weet dat het particulier is, maar ik mag er wel een kijk op de dingen zetten. Als de zon schijnt, hè? Ja. Hier voor Bessem. Nee, daar is de dingen geweest, Klaar. Daar is de gymzaal geweest. Nee, dat is het ijs nog. Oh, nee, die was er niet. Het was op het tonneke geval ook. Ja, nee. Er was nog een been. Dat had de been gebroken. Dat had ik mee. Ja, nee, dat was de heup. Ja, maar dan is daar op de slee gezeten. Is ook nog oh ja, dat was in de ei. Ik heb dat niet gisteren, hè? Ja. Prachtig, de oranje. Ja, zo'n beste rieke kant. Hier is hij op de slee afgetonderd. Oh nee, maar wat is ook in de gymzaal in de hoekje gevallen. Paf! Het is ijs. Ja. Zo. Dan gaan we hier het trapje weer af. Oh, dat is echt eng, hè?
Hier komen de eenden komen hier toch nog wel. En dit is de school geweest. Hier gingen we naar school. Ja, hier. Maar dat is nou een tehuis geworden. Dat waren de ziekenkamertjes.